Tot ik terugkom over een generatie jongeren die vertrekt naar een onbekende bestemming. Ver weg van het leven dat ze kennen. En ze gaan daar misschien niet van terugkeren. Het gaat eigenlijk over angst die kan komen kijken bij het loslaten van iets, als ook angst voor het onbekende, zal ik maar zeggen. En hoe dat van persoon tot persoon ook anders is. Creëren een nieuwe nacht. Er zijn er sommigen die er echt naar uitkijken van iets los te laten en voor iets te gaan. Je kent het plannen toch? Heel de nacht doorfiesten, hè? Tot ons als komen halen! Sommigen die denken er dan iets langer over na, waaronder mijn personage dan, denk ik. Heeft het er toch moeilijk mee en stelt zich daar vragen bij. En dan volgen we het hoofdpersonage die een beetje op zoek is naar hoe dat hij zijn laatste momenten wil doorbrengen voor zijn vertrek. Dat was twee keer een blok van 2 of 3 dagen. Met onder andere Sander Blok, die hier heel subtiel in de achtergrond komt aangelopen. Ik zou hem bijna mijn wederhelft kunnen noemen. Hij is Steadicam operator, met wie ik veel werk en ook samen met Rami. En ook hij is zo iemand waarmee ik ondertussen al zoveel dagen heb gewerkt, Sander. En dat gaat ook zo half zonder woorden dan. En dan. Hij is ook een verlengde van mij en ik van hem op dat moment. En dan maken we samen een beeld dat we alleen niet zouden kunnen. En dat we samen wel kunnen maken in combinatie met een Rami die dan iets wilt vertellen en dan de juiste mensen samenzetten. Het is een eerste keer voor u. Hoe was dat? Spannend, maar tegelijkertijd ook wel heel fijn. Dat ik zo eindelijk kon zien of voelen of dat iets voor mij was. Of dat ik mij erin thuis voelde of wat het met mij deed. En los daarvan was het voor mij ook wel gewoon belangrijk om als eerste project iets te doen wat heel dicht bij mezelf komt. Waar ik mezelf in kan vinden. En het was een fijne ervaring. Cinema.